I'll settle at the beat rock, the black eyed beast, when my creep shows off of the cobbles. Ja, het is echt zo. Omdat ze niet zo vaak seks met haar echtgenoot wilde hebben. Ach, ze hadden een doodstraf moeten geven. Ja, nou ja, daar, weet je, iedereen heeft... India is scheiden, is een punt wat eigenlijk, ja, dat kan bijna niet. Dat is heel gevoelig. Nou, hij wilde dus met haar scheiden. Toen is zij in hoger beroep gegaan en toen kwam deze rechtszaak. En toen heeft die rechter heeft bepaald dat zij wreed was. Ze heeft de wreedheid gedaan om niet met hem seks te hebben. Hij heeft wel iets gehad. De huwelijksnacht zijn ze niet met elkaar naar bed geweest. Daarna heeft ze in die 5 maanden heeft ze 10 keer seks gehad met hem. Maar toen, ze reageerde nooit en leek op een stuk dood hout als hij met haar wilde vrijen. Een beetje balken in de relatie. Ja, nou, uiteindelijk heeft hij dus de rechtszaak gewonnen. En het is nu zo dat hij wel eens mocht scheiden van haar. Nou, dat is een zielig verhaal. Maar je moet gewoon seksen. Echt minimaal in een week een keer of 5. Op zijn minst. Op zijn minst. Op zijn minst. Ja. Nou ben ik vies! Je stelt er niet op. Nu! Vies! Maar wel lekker! Altijd maar zo praten. Ja, hij heeft toch een auto verrast, dude. Nee, man, we waren met topkill. Een goeie jongen. Ja, hoor, nee. Ik ben veilig.
Aas! Yes!